YouTube, mijn naam is Niels en welkom bij Mark Ellis Trainbridge Inspector. Een spel waarin je Mark Ellis bent, een treinbrug, checker, inspecteur, man. Het is een spel gemaakt door Adriaan de Jong en Rami Ismail tijdens een 52 uur durende treinjam. Dat ben ik nou letterlijk gewoon aan het voorlezen. Ik wist wat die hele treinjam is in dit spel. Ik heb het een keer eerder een paar minuutjes gespeeld. En het lijkt me wel een leuk spel om te laten zien voor de gratis games maandag. Het is links zoals gewoon, ik sta hem in de beschrijving. Maar we moeten even kijken. Ik denk dat deze brug het wel volhoudt. Oké, what the fuck just happened? Like, dat ding schoot ineens omhoog. Ja, failed assessment, my ass. Dat was gewoon... Deze denk ik ook wel weer dat goed. Oh, wacht. Je hebt dat ding daar. Oké, maybe. Ja, ik had gelijk, jongens. Ik had gelijk. Zie, oké. In dit spel, de meeste dingen waarvan je denkt dat ze het niet gaan halen, halen het wel. En de andere dingen, zoals dit. Dit ziet er logisch uit. Dat gaat niet halen. Nee. Oké, misschien wel. Oké, fuck it. Dit wel. Oh, maar kijk. Dit daar. Zie, bijna niet. Het is een moeilijk spel. Moeilijk. Oké, dit gaat never nooit halen. Dat gaat uit elkaar vallen daar. Ja, there we go. Oh. Oké, what the fuck? Seriously? Ik ben hier niet heel goed in, volgens mij. Oké, volgende brug. Nou, als die vorige het haalde, gaat deze het ook halen. Denk ik. Oh, fuck, de brug valt daar uit elkaar. Nee, nee, doe het. Oh my god, are you kidding me? Een backflip. En dan... Oké, ik kwam wel dichtbij. Oké, volgende brug. Nee, dit hier gaat... Nee, ik had gelijk. Wat? Hij gaat het nog halen ook eigenlijk. Hij had het gewoon doorgerold, maar oké, gelukkig. Ah, dit moet wel werken. Denk ik, behalve voor dat stukje daar. Maar dat, ja, dat zit goed. Rijd door. Oh. Shit. Oké. Het is echt gewoon compleet random, heb ik het idee af en toe met dit spel. Nou, deze gaat wel werken, dat denk ik wel. Kom op, doe het. God, oké. Nee, hij had het gewoon nog kunnen halen hoor, die brug is veilig. Hij had het gewoon door kunnen rijden. Die zal... Ja, nee, echt niet hoor. Dit echt niet, nee. Nee. Oké, dank u. Ik dacht even dat hij het wel weer ging halen. Ik wou wel zeggen, dat had ik niet gepikt. Oké, volgende. Nee, vanwege dit hier. Dat gaat waarschijnlijk fout. Ja, kijk, die valt om. Maar hij rijdt gewoon door. What the fuck? Are you kidding me? Wauw, wat een spel. Oké. Ik had wel gelijk dat ging instort. Deze denk ik wel. Maar dat zal dan dus wel weer niet zo zijn. Dat gaat hier waarschijnlijk zo meteen heel hard fout. Oh my god, hij heeft het gehaald. Hij heeft het gehaald. Dat ging goed, ging goed. Ik denk hier en hier en hier. Nee. Kijk, dat soort dingen. Dat er dan twee van die... Oh, of daar al gewoon meteen. Ja hoor, ik had het goed. Ik wist exact dat daar ging gebeuren. Aha. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Ja. Nee, waarschijnlijk niet trouwens. Dit hier gaat fout. Oh. Doesn't matter. You totally made it. Nice. Goed werk. Ik ben een goede Mark Ellis treinbruginspecteur. Nee, dit hier. Af. Goddammit. Het was in ieder geval niet een veilige brug. Maar ja, aan de andere kant, dat zijn ze allemaal niet. Ja, nee. Oh ja, waarschijnlijk wel eigenlijk. Oh, nee, toch niet. Ik had gelijk. Yes. Yes. Dat was inderdaad een gevalde brug. Top. Het is echt een heel simpel spelletje. En volgens mij is het allemaal randomly generated. Dus kan je zo lang doorspelen als je wil. Wat best wel geinig is. Het is een leuke manier om even wat tijd te doden. Het heeft... Oh, kom op. Haal hem. Het heeft ook een of andere companion app of zo. En dan is het Massive Local Multiplayer. Dus ik neem aan dat je dan met meerdere mensen kan spelen of zoiets. I guess. I don't know. Ja, dit ziet er simpel genoeg uit. Dit ziet er gewoon uit als een normale brug. Dus dat moet toch wel kunnen. Ja hoor, helemaal mooi. Er is maar een klein gedeelte van de brug ingestort. Oh, daar nog een klein gedeelte. Maakt niet uit. Dat was toch niet nodig. Het ging prima. Never nooit. Echt niet. Nee. Geloof ik niks van. Ja, there we go. Valt al meteen uit elkaar. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben nu een ervaren bruginspecteur. Het duurde maar een paar minuten, maar nu weet ik waar ik het over heb, jongens. En nu komt het helemaal goed. Ja, what the fuck is dat? Dacht het ook niet. Dat spant ook allemaal in elkaar. Nice. What? Are you kidding me? Are you kidding me?
What the f... Ik wil weer nee zeggen, want het heeft weer zoiets. Maar ik ga nu weer gewoon voor ja. Oh, dat gaat nu zeker niet lukken. Nee. Jesus fucking Christ. Oh my god, wauw. Oké. Oké, nee, daar. Nee, echt niet hoor. Dank u. Zie. Of, ik wou zeggen, als hij nou nog mocht doorrijden, dan was ik zo dan geweest. Oh god. Yeah. Nee, dat gaat daar van. Oh, of het ontploft daar al voordat de trein überhaupt aankomt. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ik snap ook niet. Waarom moet hier een brug overheen? Het is 10 keer veiliger als je gewoon hier zo'n stuk naar beneden gaat, dan zo recht loopt en daar omhoog gaat. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Ik denk dat dit het wel haalt. Ik keur het goed hoor. Ik ben wel Mark Ellis treininspecteur, dus ik weet waar ik het over heb hoor. Ik heb het de helft van de tijd goed, weet je. Dus ja, eigenlijk heb je helemaal niks aan mijn oordeel. Ja, ik keur het goed. Nee, ik keur het fout. Shit, oké. volgende. Nee, nee. Nee, ik zit niet gebeuren. Sorry jongens, nee. There we go. Oké, die had ik goed. Ik kan nog wel een beetje, oké? Ik kan nog wel een beetje. Niet heel goed, maar you know. Nee. Dat daar. Dat gaat fout. Ik hoop dat jullie mijn muis kunnen zien trouwens. Ik weet het. Ik denk het niet. Maybe. Want ik zit nou al de hele tijd dingen aan te wijzen, maar als jullie dat straks niet kunnen zien, is het een beetje awkward. Ja, nou daar ook niet. Bij dat rechterpaal daar, als jullie mijn muis niet kunnen zien. Dat rechterpaal, ja. Oh, daarvoor ook al een stukje. Ah, had nog zo omhoog kunnen rijden eigenlijk, maar goed. Oké. I'll take it. 1 januari 2003. Ik ben onder de indruk dat we nog steeds onze baan hebben. Weet je, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind... Ik geloof in deze brug. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar ik geloof, oké? Ah, maar ik geloof ons goed te plaatsen zijn. Ik weet waar ik het over heb. In ieder geval, ik denk dat ik hier maar mijn baan ga beëindigen. Want, nou nee, deze komt er goed ondertussen. Want, you know, anders dan worden we straks wel ontslagen omdat we echt de shit zijn. Volgens mij kan dat niet in dit spel, maar dat maakt niet uit. Dus in ieder geval, mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Download link staat daar beneden in de beschrijving. Vergeet natuurlijk niet op het duimpje omhoog te drukken als je de video leuk vond. En te abonneren als je meer wilt zien. En tot de volgende keer dan maar weer.